Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Nou, vandaag is het niet een vlogvideo van mijn moeder, maar vandaag ga ik een video maken. En het is niet zomaar een video, het is een back to school video. Nou, ik laat jullie even een blad zien. Nou, dit is het blad. Dit heb ik allemaal nodig voor de eerste schooldag. Dus... ik heb ook al allemaal spulletjes gekocht en zo. Nou, nu ga ik dus alles wat op dit lijstje staat, ga ik laten zien. Ik heb ook meer spulletjes gekocht, dus dat ga ik ook laten zien. Dus ja, laten we maar weer beginnen. Nou, ik heb eerst kafpapier gekocht. Niet elke school hoeft zijn boeken nu te kaften. Nou, ik hoef dus mijn boeken niet te kaften. Maar, kijk, het mag wel. Dus, ik dacht van, ik ga lekker mijn boeken kaften. Dus, ik heb 5 rollen kafpapier. Ik heb voor alles heb ik er even 1 meegenomen, omdat ik ze allemaal vond ik ze wel leuk. En ik dacht van, nou, ik neem van alles, neem ik er 1 mee. En bij elke vak kan ik... deze kleuren gebruiken. Nou, maar deze ga ik sowieso voor wiskunde gebruiken. Sowieso. Dat, omdat het heel veel met rekenen en zo erop staat. De kafpapier. Maar dat staat niet op mijn lijstje. Maar ik heb het wel. Nou, we beginnen met de grijze potloden. Ik weet niet hoe met andere scholen zit en zo. Maar ik gebruik dan HB potloden. Die moet ik gebruiken. Nou, ik pak er nu even 4 HB potloden. Ik kan je hier zo zien. Oh. HB potloden. Nou, er zitten 10 in een zakje voor 89 cent bij de Action. Alles komt bij de Action, behalve 2 spulletjes die komen bij de Hema van mij. Nou, het volgende is blauwe pennen. Maar je hebt niet alleen blauwe pennen nodig. Dit zijn er voor 3. Maar we hebben ook een pakketje van 10 pennen, ook voor 89 cent bij de Action. Ik heb ook rode pennen, ik pak er nu even eentje. Die rode pennen heb ik nodig om na te kijken voor mijn toetsen. En etui. Nou, dit is mijn etui van groep 8. Ik ga dit jaar gaan naar de eerste. Dus ik dacht van, ik gebruik lekker mijn groep 8 etui. Ik kan nog even lekker oppimpen. En ja, ik hoef nog eens een nieuwe etui voor te kopen. Nou, de volgende is de puntslijper. Mijn puntslijper. Ik vond deze van hartstikke leuk en heel schattig. Dus ja, ik dacht van, weet je, ik neem deze puntslijper. Ik vind hem leuk. Dus ja. De liniaal. Nou, ik heb even een liniaal van 15 centimeter. Nou, ik weet niet hoe lang mijn liniaal nodig is. Dus ik heb even van 15 centimeter. En als die langer moet zijn, koop ik lekker al langer. Eenvoudige rekenmachine ga ik niet laten zien. Ik heb er wel 1, maar ik weet niet of dat die goed is. Want dadelijk heb ik een casino rekenmachine nodig. Ik heb zo'n gevoel van wel. Dus daarom doe ik de rekenmachine niet laten zien. Daar komt ook nog een andere. Er komt later ook nog een andere video van. Dat jullie horen welke rekenmachine ik heb. En hoe het gesprek ging. En hoe mijn eerste schooldag was. Dus. Maar dat horen jullie pas 24 augustus heb ik mijn eerste schooldag. Dus dan horen jullie het dan. Ik ga verder. Nou, lijn pritstift. Nou, een pritstift had ik nodig. Ik heb 3 pritstiften. Zitten er 3 in een zakje voor 45 cent bij de Action. Geloof ik.
Ja. Een schaar. Nou, ik doe gewoon een hele simpele schaar. Deze gebruik ik altijd thuis, maar ik vind hem gewoon heel fijn knippen. En ja, hij is voor rechts handig en links handig, andersom. Dus vind ik hem helemaal fijn. Dus als iemand bijvoorbeeld aan mijn klas een schaar ben vergeten of zo, of hij heeft hem niet, of hij kan hem niet vinden of zo, dan kunnen ze dat aan mij vragen en kunnen ze het aan mij lenen. Het is zo wel dat je hem wel terugkrijgt natuurlijk. Anders is het natuurlijk niet leuk. Ik ga maar ook extra potloden in mijn etui zitten. Dat ik altijd een reservepotlood heb of zo. Dus ja. De volgende is kleurpotloden. Daar heb ik hier neergelegd. Hierin gedaan. Ik ga het even pakken. Heel goed doen. Die wil ik ook nog niet zien. Die krijg ik eigenlijk ook in de video te zien. Dus, nou, ik heb gewoon een pakketje kleurpotloden gekocht van 12 cent. Zo. Goedemorgen. 12 kleurpotloden. En hij was een euro bij de Action. Oké. De volgende is een agenda. Nou, ik heb deze agenda. Ik vond deze agenda hartstikke leuk. Ja, hij is ook lekker overzichtelijk. En ja, ik vind hem gewoon heel fijn. En ik heb hem zelf ook al een beetje weer opgepimpt. Met washi tape. Ja, ik heb er ook al echt geschreven wanneer mijn eerste schooldag is. Wanneer ik mijn rooster moet halen. Wanneer ik een gesprek heb. Dus ja, ik vind het echt heel fijn. En wat ik ook heel handig vind. Nou, met rekenen natuurlijk heb je een geodriehoek ook nodig. En dan heb ik hier een vakje gemaakt waar ik mijn geodriehoek in kan doen. Oh ja, deze geodriehoek komt van de HEMA vandaan. Deze is niet buigbaar, vind ik wel heel fijn. Want van die buigbare dingen, dat vind ik niet zo fijn. Zo. Dan heb ik hier zo'n vakje. En die kan weer daarin. En dan vergeet ik hem niet als ik hem nodig heb. Dus dat vind ik wel hartstikke fijn. Dit is mijn agenda. Ja, ik heb ook mijn naam met stickers gedaan. En een bloemetje en een hartje en een stickertje geplakt met stickers. Kom ik ook nog later op. Nou, de volgende is 5 taalschriften. Ja, ik heb 5 taalschriften gekocht. Komen ook van de Action vandaan. En ik heb ze opgepimpt omdat ik ze gewoon... Ja, ze waren allemaal hetzelfde. Nou, oké, behalve deze. Kijk, deze zaten allemaal bij elkaar. En ja, we waren steeds dezelfde vormpjes en zo. Dus ik dacht van, ik pimp ze lekker op. Dat vond ik ook hartstikke leuk. Dus ik laat ze even zien. Nou, ik heb dikke karton. Heb ik op deze lengte uitgeknipt. En dan heb ik daarna met washi tape heb ik die hier opgeplakt. En dan heb ik stempels erop gedaan. Een hartje. En mijn etiketten heb ik gelijk al opgeplakt. Kom ik dadelijk ook nog op later op. Mijn etiketten. En dan heb ik weer een sterretje sticker erop geplakt. Vond ik wel leuk bij het... Ja, bij de kleur passen. Laat ik het zo zeggen. Nou, heb ik ook nog zulke. Nou, die heb ik er 3 van. Nou, die heb ik sowieso helemaal opgepimpt en zo. Want dadelijk heb ik telkens dezelfde. En ja, dat vond ik niet zo leuk. Nou, ik heb hier zo ook etiketten. En ik heb hier zo ook een stempel gedaan. En hier stickertjes. Vond ik hartstikke leuk. En hier mijn naam. Ik ga hier zo doe ik hier gewoon de vak opschrijven en de groepnaam van mij. Dan heb ik genoeg plaats. En hier staat mijn naam. Dat iedereen weet dat deze van mij is. Oké, nu naar de volgende. Het volgende schrift.
hij stopte net heel eventjes ermee. Dus we gaan nu weer lekker verder. Nou, deze heb ik ook gedaan. Ook met dit karton, maar dan met een andere patroon heb ik gedaan. Nou, deze patroon vond ik ook hartstikke leuk. Vond ik ook een beetje erbij passen. En hier heb ik ook al van die stempeltjes bij gedaan. Hier ook weer dezelfde stick heb ik erbij gedaan. En weer dezelfde etiketten. En hier heb ik ook stempel gedaan. En hier ook. Dus ik vond hem nu al hartstikke leuk. Dus ik heb van, ik laat hem zo van. Anders wordt hij eigenlijk echt heel vol. En ja, dat is gewoon niet leuk. De volgende. Nou, deze is natuurlijk ook weer dezelfde als die van de andere. Die heb ik natuurlijk ook opgepimpt. Natuurlijk, wat jullie net al vertelden. Nou, hier zien hier ook een stempel, etiketten en stempel. En verder heb ik er niks aan veranderd. Ik vond hem zo wel leuk. Alleen hier een sticker. Alles taalschrift. En dan gaan we weer verder. Nou, deze heb ik aan de bovenkant met washi tape gedaan. En dan weer mijn naam. En dan etiketten. En ook aan de onderkant heb ik de washi tape gedaan. Dat het hetzelfde aan de bovenkant, maar ook aan de onderkant is. Dus dat vond ik wel leuk. Nou, dat waren mijn taalschriften. Voor het, nou niet voor het hele jaar natuurlijk. Want niet het hele jaar kan ik met zo'n boekje, hetzelfde boekje. Dat red ik niet. Maar dit zijn voor de 5 schriften wat ik nu kan gebruiken voor een tijdje. En als ze op zijn, dan of bijna op zijn, dan koop ik weer nieuwe. En dan ga ik die ook weer lekker oppimpen. Dat vind ik gewoon heel leuk om te doen. En ik denk ook dat ik vaker video's ga maken als ik iets op wil oppimpen of zo. Dus ja. De volgende. Een rekenschrift. Ja, ik heb rekenen en wiskunde op mijn school. Alleen wiskunde had ik voor de eerste school nog niet nodig. Maar dan rekenen. Dus nou, dit is mijn rekenschrift, lekker blauw, mijn lievelingskleur. En dan gewoon die vierkantjes. En rekenen staat al op. Ja, ik heb een plusje en een keer en min erop gedaan. Vond ik leuk, want ik verveelde me. En aan de zijkant zit ook de kleur pastief, blauw. Anders vond ik hem een beetje nog kaal en zo. Dus ja. Dit is mijn rekenschrift. De volgende. 5 snelhesters. Nou, ik heb dezelfde snelhesters. Ik heb er verder ook niks mee gedaan. Want ik voel ze al gewoon hartstikke mooi. En ja. Dit is mijn snelhester. Gewoon helemaal leuk. En daar heb ik er dan 5 van. Er zaten er 8 in. Dan heb ik precies dezelfde. Ik vond ze echt hartstikke leuk. Ik dacht van, oké, die ga ik niet laten leggen. Nou, dat was alles wat op mijn lijstje stond. En nu zie ik. En dag. Nou, dat is niet alles. Zo, dan kwam ik een beetje dichtbij. Dat is niet alles wat ik heb. Nou, ik heb natuurlijk ook. Ik heb ook een passer gekocht. Ik weet niet of dat ik die nodig heb voor die eerste. Maar ja, hij is altijd handig. En ja. En deze heb ik bij de HEMA voor 2 euro. Dus ja. De passer. Kleurpotten hebben we al gehad natuurlijk. Die gaan de verkeerde kant. Ik heb een map. Nou, het is geen map, maar zitten deze dingen tussen in. Die heb ik gekocht. Vond ik wel handig, want als we dan kopieerbladeren mee naar huis krijgen, dan kan ik ze hierin doen. En dan worden ze niet gekreukeld. En dan komen ze heel thuis en heel op school aan. Dus deze heb ik gekocht. Deze was ook 2 euro bij de HEMA. Dus ik ben er hartstikke blij mee. En dan mijn etiketten. Ik heb dan, dat heb ik bij de Action gekocht. Ik heb deze vellen. Zitten er 8 in. Kijk, deze is bijna helemaal leeg. Je zit er nog maar 1 op. Dat komt omdat ik hier, ik heb deze al gebruikt voor mijn taalschriften
de etiketten. Nou zit er nog maar één op. Ze zijn telkens dezelfde. Maar daar maakt me niet zoveel uit. Want ze zijn al gewoon hartstikke leuk hoe ze eruit zien. Dus ja. Van dezelfde. Ik heb er 2 pakken van gekocht. Want ik heb 20 boeken. En ja, die moet natuurlijk ook etiketten natuurlijk. Dus ja. Want ik ga natuurlijk mijn boeken kaften. En ja, dan is wel fijn welke boeken het is natuurlijk. Anders moet ik helemaal gaan zoeken. En dat ga ik helemaal vergeten natuurlijk. En met die etiketten erop ga ik het natuurlijk niet vergeten. Maar daar staat het op welke boek het is. En ja, waarvoor het is. Ik heb ook nog leuke stickertjes gekocht. Nou, het zijn naamstickers. Nou, sierletter naamstickers, zou ik zo noemen. Van die blokletters, stickers. Ja, ik heb een paar, heb ik er al afgehaald. Dat de letters van mijn naam. Die heb ik op de natuurlijk op mijn taalschriften gedaan. Nou, dit zijn van die hele siersletters. Zo, het zijn gewoon van stickers. Die je gewoon op kan plakken. Daar heb ik ook een paar op mijn agenda gedaan. Een paar taalschriften van mij. En dan deze. Ook hartstikke leuk. Deze. Hoe? Die heb ik er al in afgehaald. En hier ook. Dat zit ook op mijn spullen. Zal ik jullie net laten zien. En dan deze 2. Nou, niet alles. Ik ga natuurlijk mijn boeken doen. Pardon. Anders wordt het helemaal te veel natuurlijk. En dat is niet leuk. En daar ben ik op een idee gekomen. Nou, ik had gevraagd aan mijn docent, mentor, of dat ik mijn kluisje mag pimpen. Omdat ik van mezelf ben ik heel creatief en zo. En vind ik het niet leuk om dingetjes op te pimpen. Nou, de buitenkant mocht ik dat niet ompimpen. Omdat natuurlijk elke keer krijg je een nieuw kluisje. Volgens mij, dat weet ik niet. Want waarom weet ik niet waarom het de voorkant mag. Ja, misschien wordt het eraf gehaald of zo door iemand. Maar de binnenkant is natuurlijk voor jezelf. Dus de binnenkant mocht je dan wel pimpen. Daar ben ik hartstikke blij mee. Dus daarvoor kan ik deze stickertjes voor gebruiken. Dus ja. Nou, zijn we al bijna weer bij het einde. Nou, het laatste van mij. Ik heb een map. Die had ik ook in groep 8. Nou, toen zaten deze spulletjes allemaal niet op. Die heb ik er zelf opgeplakt. Eerst gaat, nou, deze wordt hier ook, maar die is afgevallen. Nou, dit is dan mijn map die ik op heb gepimpt. En daar zitten 24 van die ringdingen erin. Ik wist niet hoeveel ringrondjes nodig had. Dus als ik er dadelijk 2 van die ringrondjes nodig heb, zo, of hoe je dat noemt, dan koop ik gewoon een nieuwe. En dan pimp ik hem ook gewoon hetzelfde weer op. Dat is gewoon heel makkelijk. En dan zijn we eigenlijk bij het einde gekomen. Ik heb alles laten zien. Dus ja. Ja. En nou hebben we wel best wel snel gedaan. Ik dacht dat het langer zou duren. Maar ja. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Nou, ik zeg vast, doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dat rode knopje. En dan, nou, jullie zien heel vaak mijn moeder dan in de vlogs. Maar ik ga zorgen dat ik ook meer in de vlogs kom. En dan kan ik ook van deze back to school dingen doen. Of iets maken, of Q&A's. Oh ja, over de Q&A's natuurlijk. Ik wil binnenkort, ik weet nog niet wanneer, wil ik een Q&A gaan doen met mijn moeder. Als ze haar lekker voelt. Dus ik weet ook nog niet welke dag. En dan wil ik heel graag een Q&A gaan doen. Dus laat dan ook onder in de reacties laten. Welke vragen jullie allemaal willen stellen aan mij of aan mijn moeder. We gaan steen, papier, schaar doen. En dan moeten we gewoon de kaarsjes trekken. En dan nou, zien we vanzelf wat er op elkaar staat. En dan gaan we dat doen. Dus laat onder in de reacties dan reacties achter. Welke vragen jullie willen doen. En dan sluit ik hem nu af. Doei doei!